Krijg jij een puppy? In deze video vertel ik je 4 manieren hoe je een puppyren handig kunt inzetten bij de opvoeding van je puppy. Ook vertel ik je 2 nadelen van de puppyren en als laatste vertel ik je mijn advies: wel of geen puppyren kopen. En mocht je nog niet weten wat een puppyren precies is en wat je ermee kunt, dan kom je daar in deze video zeker weten achter. Hey, mijn naam is Robin Kleinpenning en ik ben de oprichter van puppygroep.nl en ik ben hier om jou optimaal voor te bereiden op de komst van je puppy, zodat je precies weet wat je kunt verwachten en wat je moet doen wanneer je een puppy in huis krijgt. Ik heb 4 puppyboeken geschreven en deze boeken heb ik geschreven op basis van uitgebreide enquêtes en diepte-interviews met 30 hondenexperts en kinologische gedragstherapeuten. En deze boeken geven antwoord op meer dan 200 vragen die mij in de afgelopen jaren zijn gesteld door nieuwe puppy-eigenaren. Krijg jij binnenkort een puppy en wil jij je optimaal voorbereiden en wil je deze boeken lezen? Ga dan naar www.puppygroep.nl om de boeken te reserveren en te bestellen. En dan nu verder met de video van vandaag, waarin ik je precies vertel op welke 4 manieren je een puppyren handig kunt inzetten bij de opvoeding van je puppy. Ook vertel ik je 2 nadelen van een puppyren en als laatste vertel ik je mijn advies: wel of geen puppyren kopen. Het eerste voordeel, of de eerste toepassing van een puppyren: een puppyren is handig voor een gezin met kinderen. Iedereen heeft rust nodig. Jij, ik, iedereen. En de een natuurlijk wat meer dan de ander, maar zonder voldoende rust kunnen we niet meer functioneren. We zijn sneller geïrriteerd en kunnen ons slecht concentreren. Puppies ervaren dit nog sterker, net als jonge kinderen. Daarom hebben ze ook gemiddeld 18 uur slaap per dag nodig. En die tijd hebben ze hard nodig om te groeien, prikkels te verwerken en om hun energielevel weer op peil te brengen. Zeker voor een gezin met enthousiaste kinderen is het belangrijk aandacht te besteden aan het opstellen van regels en het stellen van grenzen. Voor de kinderen, maar ook voor de pup. Voor mijn boek Het Ultieme Puppy Bijten Afleren Handboek heb ik aan 7 hondenexperts de vraag gesteld: hoe kun je je puppy voldoende rust geven in een groot en gezellig gezin met kinderen? Een van de antwoorden die iedere keer terugkwam was: maak gebruik van een puppyren. Met een puppyren kun je namelijk bepaalde gedeeltes van de kamer afzetten. Dit geeft de pup rust omdat hij hierdoor niet de mogelijkheid heeft om naar iedereen toe te lopen. Ook dit is een extra barrière voor de kinderen. Zij zullen de pup minder snel opzoeken, wat de pup dan ook weer meer rust geeft. Toepassing 2. Probeer een puppyren wanneer de bench niet werkt. Met een goede benchtraining kun je veel puppies zo trainen dat ze het fijn vinden in de bench. Toch zijn er altijd uitzonderingen en vindt niet iedere pup het fijn in de bench. Hij blijft maar piepen en blaffen. Een puppyren kan de oplossing zijn voor jouw situatie. Met een puppyren zet je een deel van de ruimte af. De ren is groter dan een bench en heeft geen onderkant en bovenkant. Hierdoor heeft de pup meer bewegingsruimte. Met het delen van de puppyren kun je een ren maken in een zeshoek, een vierkant of een rechthoek. Je kunt de puppyren vaak ook als een verlengstuk van de bench gebruiken. Je maakt in dit geval de puppyren vast aan de bench en je laat het deurtje van de bench open zodat de pup zelf kan bepalen waar hij wil liggen. Toepassing 3. Gebruik een puppyren wanneer je je hond langer dan 3 uur alleen wilt laten overdag. Wanneer je puppy eenmaal wat ouder wordt, dan kan hij steeds langer alleen zijn. Stel, je puppy is 6 maanden, hij is zindelijk en kan goed alleen zijn. Je wilt je puppy iets langer dan 3 uur alleen laten overdag. In dit geval kan dit niet meer in zijn bench. Want ik ben van mening dat het niet diervriendelijk is om een hond overdag langer dan 3 uur alleen te laten in een gesloten bench. Een bench is zo klein dat hij weinig of geen bewegingsruimte heeft. Hij kan alleen zitten of liggen. In deze situatie is het handige om een puppyren hiervoor te gebruiken. In een puppyren heeft de pup namelijk wel veel meer bewegingsruimte en kan hij ook een rondje lopen mocht hij dat willen. Het voordeel van een puppyren ten opzichte van bijvoorbeeld een aparte ruimte in huis is dat hij niets kapot kan maken wanneer hij in de puppyren is. Wanneer je kiest om je pup een aantal uren in een aparte ruimte in huis alleen te laten, dan kan de pup namelijk gaan bijten op plinten, deuren of andere dingen die in deze ruimte staan. Maak je gebruik van een puppyren, dan kan het niet. Toepassing 4. Een puppyren is super handig wanneer je de pup meeneemt op visite. Wanneer je de pup meeneemt op visite is het handig om een puppyren mee te nemen. Hij kan dan namelijk niet overal in die woning rondlopen. En ik kan mij zo voorstellen dat de mensen waar je op visite gaat dit best kunnen waarderen. Ook is dit een stukje rust voor jou, want je hoeft niet iedere keer op de pup te letten, want je weet dat hij zich bevindt in de puppyren waar hij niet uit kan. Hetzelfde geldt wanneer je op visite bent en je bent bij mensen in de achtertuin. Je kunt de puppyren daar neerzetten, zodat je puppy niet overal heen kan in de tuin. Nou, dit waren de 4 voordelen of ook wel de toepassing van een puppyren. Nu bespreek ik een 2-tal nadelen van een puppyren.
Nadeel 1. Een puppyren neemt best veel ruimte in beslag. Wanneer je ook al een bench in huis hebt en daarnaast ook nog overweegt om een puppyren aan te schaffen, kan ik mij zo voorstellen dat je woonkamer aardig vol begint te raken. Ik spreek uit eigen ervaring, want toen mijn golden retriever Duka nog een puppy was, woonde ik in een appartement. We hadden daar een bench staan, maar er stond ook een puppyren. Dit nam aardig wat ruimte in beslag. Maar onthoud dat dit een tijdelijk iets is. Wanneer je hond straks echt volwassen is, is het de bedoeling dat hij gewoon zelf in de woonkamer alleen kan blijven. Zonder dat je altijd een puppyren of een bench moet inzetten. Nadeel 2. Een puppyren helpt niet met zindelijkheidstraining. En in puppyren heeft de pup veel bewegingsruimte, waardoor hij in de ene hoek van de puppyren kan plassen en poepen. En in de andere hoek kan hij slapen. Hij hoeft niet in zijn eigen plas of poep te liggen. En dit maakt de puppyren niet geschikt voor een goed hulpmiddel voor zindelijkheidstraining. In bench daarentegen wel, want bij een bench die precies groot genoeg is, kan de pup niet in de ene hoek plassen en in de andere slapen. Hij zou dan in zijn eigen plas moeten liggen en dat willen veel honden liever niet. Daarom begint hij dan te piepen als hij moet plassen. Dit moet voor jou een teken zijn om hem zo snel mogelijk mee naar buiten te nemen. Voor meer informatie over benchtraining en zindelijkheidstraining zie je ook mijn video's daarover. In de beschrijving van deze video staan de linkjes waar je de twee video's kunt bekijken over benchtraining en zindelijkheidstraining. Nou, dit waren de twee nadelen van een puppyren. En dan nu mijn conclusie en advies. Mijn advies is om zeker een puppyren aan te schaffen wanneer je een puppy verwacht, omdat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen. Althans, dat is mijn mening. Wel is het advies om de puppyren te combineren met een bench. Vooral de eerste paar weken en maanden dat de pup bij je is, is een bench ook erg handig. Als je een puppyren wilt aanschaffen, bekijk dan even in de beschrijving van deze video waar ik je vertel waar je de puppyren voor jouw puppy kunt aanschaffen. En dan wil ik nu graag van jou horen. Heb jij een puppyren voor jouw puppy of ga je een puppyren aanschaffen voor je puppy? Graag hoor ik wat jouw redenen zijn, zodat we daar allemaal van kunnen leren. Je kunt reageren onder deze video en op je computer scroll je helemaal door naar beneden en dat doe je op deze manier. Dan kun je hier een reactie achterlaten. Op je mobiele telefoon scroll je ook eerst voorbij alle andere video's en dan kun je daaronder een reactie achterlaten op deze manier. Het is wel van belang dat je ingelogd bent met je Google-account, anders kun je geen reactie achterlaten. Vond je dit een leuke video? Klik op het duimpje omhoog. En dit doe je op deze manier. Je klikt hier op het duimpje als je dit een leuke video vond. En als laatste, wil je een melding ontvangen wanneer ik een nieuwe video publiceer? Klik dan op abonneren. Je krijgt dan iedere keer een melding wanneer ik een nieuwe video publiceer, zodat jij niets mist. Voor meer informatie over puppy's, zorg dat je mijn website bezoekt www.puppygroep.nl, want ik ben hier om jou optimaal voor te bereiden op de komst van je puppy, zodat je precies weet wat je kunt verwachten en wat je moet doen wanneer je een puppy in huis krijgt. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met je puppy. Bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende keer.